Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Waar of Niet Waar, hier op Vaco Games. En jongens, jullie hadden het waarschijnlijk al in de titel zien staan, de aflevering van vandaag die gaat over Minecraft. En dat leek me wel heel erg toepasselijk, aangezien Microsoft nu natuurlijk Minecraft gekocht heeft voor 2,5 miljard. Kunnen we gewoon daar een aantal vragen over doen, een aantal stellingen, kijken hoeveel jullie eigenlijk van Minecraft weten. En ik weet dat heel veel van jullie zeggen dat ze er alles over weten, dus dat mogen jullie nu gaan bewijzen. Voor de mensen die trouwens niet weten wat waar of niet waar is, je krijgt zo meteen van mij twee stellingen. Eén van die stellingen is waar, de andere stelling is niet waar en heb ik compleet verzonnen. Het is de bedoeling dat je gaat klikken op de stelling die waar is. En mocht je hem op een tablet of op een mobiele telefoon spelen, dan kan je de links ook in de beschrijving vinden. Dus daar kan je ook doorklikken. Je krijgt van mij dus twee stellingen. En de eerste stelling over Minecraft die is dat Minecraft een verplicht onderdeel is op een school in Zweden, omdat het kinderen helpt bij het ontwikkelen van logisch inzicht en bij ruimtelijk inzicht. Of is dat hele grote onzin? En zijn er serieuze plannen nu Microsoft Minecraft heeft overgenomen om van Minecraft een officiële e-sport te gaan maken, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk met twee teams de Ender Dragon te gaan verslaan? Eén van die twee is waar, één van die twee is hele grote onzin. Maar welke? Klik op de stelling die waar is.